Goedemiddag. Hi. Welkom. Hoe is het? Goed. Het is heel lang geleden dat ik jou in de stoel heb gehad. Dit is lang geleden, ja. Nou, dat valt op zich wel mee. Ja, leuk om je weer in de stoel te hebben. Ja. Normaal sta je ietsjes verderop, hè, achter je werkbank. Yep. Hey, wat mag ik gaan doen met je haar? Nou, maar mijn baard mag bijgewerkt. Ja. Boven ben ik eigenlijk gewoon nog wel tevreden. Mm-hmm. En, ja, een beetje de zijkant in mijn veet of zo. En, maar in ieder geval die baard een beetje fatsoeneren en ja, sluit maar aan. Cool. Dat gaan we doen. Nou, wij kennen elkaar ook, hè? We yes. staan in dezelfde concept store te werk. Jij bent de leerbewerker van Black & Blue. Tof, zeg ik goed, leerbewerker? Ja, ja. Leerbewerker, ja. Dus ik wil eigenlijk wel beginnen gewoon met het begin. Waar ben je geboren? Zo. Ik ben geboren in Woerden. Woerden? Ja. Maar dat was maar een tussenstop. Een tussenstop? Ja. Want? Nou, ik ben heel vaak verhuisd. Met mijn ouders en daarna zelf ook. Ik heb niet echt een vaste plek. Behalve Nijmegen dan nu. Want waar ben je echt opgegroeid? Je jeugdjaren, waar heb je die doorgebracht? Nou, deeltje in Woerden, deeltje in Afrika, in Harmelen, dat is vlakbij Utrecht. Ja. Ik heb in Amsterdam gewoon de rand van Amsterdam, Kogendezaan, Gouda, Utrecht. Nou ja, zo. Is je nomaat? Nijmegen. Kun je wel zeggen. Weet je, nou ja, nou, ik ben meeges verhuisd met mijn gezin en later zelf ook. Nogal wat omzwervingen gemaakt. Afrika? Hoe oud was je toen je nou, in de periode is, van Afrika? Dat is, mijn ouders woonden daar. Dus die. Mijn ouders woonden daar en ik zou daar eigenlijk geboren worden, maar dat ging niet helemaal. De gezondheid van mijn moeder liet dat niet helemaal toe, dus ja. Toen zijn we terug. Terug naar? Woerden in eerste instantie. Okay. Of ja, Breukelen geloof ik, maar in ieder geval geboren in Woerden. Ja. In het ziekenhuis en. Daarna zijn we nog terug geweest om met de werkzaamheden van mijn ouders af te ronden daar zo. Ja. Maar ik weet daar zelf niks van hoor. De periode in Afrika, dat is. Nee hoor, dat was een soort klein. Het is allemaal. Ik weet daar niks meer van. Oké. Ik heb daar ook geen bijzondere herinneringen aan. Het is meer gewoon het verhaal. Maakt het verhaal wel leuk? Ik heb wel een. Ja. Het is een leuk verhaal inderdaad. Ik heb er zelf niet zoveel aan. Maar, nee. Ik ben met mijn ouders in Wijchen terechtgekomen. Daar heb ik 1,5 jaar gewoond. Ja. En toen later... toen woonde ik in Gouda, in een leegstaand poolcentrum met mijn neef. Mm-hmm. En toen wou ik alles anders en toen ben ik naar Nijmegen gekomen. Mm-hmm. Omdat ik... toch wel wat in de buurt van mijn ouders weer wou zijn. Ja. En toen ben ik hier opleiding gaan volgen. En sindsdien woon ik hier. Opleiding tot? Sociaal-pedagogisch werk eerst. Ja. En ja, nou, dat, zo ben ik hier. Dat kan overal, maar ik heb dat bewust in Nijmegen gedaan om een beetje in de buurt van mijn ouders te zijn. Oké. Je hebt de opleiding ook afgemaakt. Ja, en je bent daar ook, ik ben er heel lang werkzaam in geweest, ja. Ik ben begonnen in de specialistische opvang, kort verblijfopvang voor kinderen met een handicap. Ja. Verschillende varianten van een opvanghuis, een logeerhuis en naschoolse opvang. Ja. En van daaruit ben ik overgestapt naar verslavingszorg. Ik begon op de dagopvang drugsverslaafden in Arnhem. Ja. Met de echte hardcore dakloze drugs, harddrugsverslaafden. En toen de drugsboot in Arnhem, daar heb ik lang gewerkt. Ja. Die hebben we opgezet vanuit die dagopvang. Is er een verhaal, waarschijnlijk wel te maken met beroepsgeheim, maar is er een bepaald verhaal wat je is bijgebleven, een heftig verhaal? Dus je denkt van. Ik heb heel veel verhalen, ik heb heel veel ervaringen. Het is zelfs, dat werk gaat gewoon onder je uitzitten. Ik ben er ook niet voor niks mee gestopt. Ja, want? Nou, wat ik zeg, het gaat onder je uitzitten. Het is heavy, weet je wel. Je werkt met hele kwetsbare mensen met nare verhalen. En ja.
nare beelden die je dagelijks zelf ook ziet. Dus om dat een beetje in balans te houden is best lastig. Het is me ook niet altijd gelukt. De mensen in de categorie waar ik mee werkte in die tijd, in die verslavingszorg, die in de vorm waarin ik werkte, laat maar zeggen, die zijn de point of no return ook al voorbij. Hè? Dus dat is, we gaan echt de echte heftige gevallen. De echte heftige dakloze mensen die langer harddrugsverslaafd zijn dan niet, laat maar zeggen. Ja, en toen begon je met leer te knutselen. Of, ja, nou ja, knutselen. Hoe is dat ontstaan? Je bent nou leerbewerker, dat doe je al enige tijd. Nou ja, knutselen, ik heb dat bedrijfje nou 2,5 jaar. Ja. Maar ik heb wel al. Ik ben altijd creatief geweest, altijd geknutseld, echt van klein kind af aan. En, altijd leer of ook gewoon? Nee, alles. Het tekenen, schilderen, muziek maken, dingen van hout, van metaal. Noem het maar op. Stel je was geen leerbewerker geworden, wat was het dan eventueel? Wat had je dan? Mijn meest serieuze eerste ambitie was kleermaker worden. Dat wou ik vanaf, ik denk dat ik 9 of 10 was, dat ik dat, dat bedacht had. En ik was ook 11 of 12, geloof ik, toen ik mijn eerste naaimachientje kreeg. En toen begon ik met tassen, hoedjes, jasjes, broekjes. Op 11-jarige leeftijd? Nou, dat je daarmee begint, een beetje gaan met dingen knipselen en aan elkaar naaien. En, maar ja, goed, dat is kleermaken, dat vond ik tof. En ik maakte als, ik weet dat ik naar de middelbare school ging, de brugklas, dat ik in een volledige eigen creatie daar naartoe ging. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, heel bijzonder. Een beetje alto-achtig ook? Ja, 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 heel alternatief. Ja, excentriek ook. Oké. Ja. En dit is je logo, hè? Dit is mijn logo. Jij bent verantwoordelijk voor mijn logo, ja. Ja. Ik commit het ook aan dit. Dat is je gezicht, je logo. Ja. Volgens mij ben je wel goed bezig, want ik zag op jouw Instagram-account, ik swipte een beetje naar beneden, zag ik in één keer een gitaarstrap die je had gemaakt voor Douwe Bob. Douwe Bob. Bijvoorbeeld. Ja, die, ja, zeker. Dus ik krijg mensen voor fietstassen, motortassen, ja, die gitaarbanden. Maar ja, ik ben nu bezig bijvoorbeeld met een koker voor pijl en bogen, die iemand, een boogschutter die dat dan weer aan zijn bestaande tas wil hebben. Oké, okay, dus, cool. Dat is super custom natuurlijk. En, krijg je ook wel eens aanvragen voor artikelen voor een SM-kelder of zo? Nee, zweepen of van die kettingen? Nee, nog niet, nee. Zit je al op te wachten of? Nee, maar als je wat wil, G, dan... Ja? ik heb een heel lijstje, dus... Ik zal het morgen meenemen en dan even kijken of je er iets van kunt maken. Ik wil eerst je maat opnemen. Ja. Uitoefenen van een ambacht, dat is iets van de laatste paar jaar. Je ziet dat steeds meer mensen zoiets van ik wil iets met mijn handen gaan doen. En, hoe is dat binnen jouw vakgebied? Zie je dat er steeds meer leerbewerkers ontstaan? Of, ja, weet ik niet. Ik de markt een beetje in de gaten voor jezelf? Van wat gebeurt er in mijn, ja, in een mijn beetje, vakgebied? Ik bewonder natuurlijk gewoon wel wat gevestigde leerbewerkers. Al een tijd en die ik ook volg en van leer. Mm-hmm. Als in dat ik dingen van ze bekijk, hoe technieken. Ja. Maar wat je, en ik volg er wel een aantal. Ik weet niet of het er meer worden. Het is wel omdat ik er meer naar zoek, kom ik er steeds meer tegen. Maar ik heb niet het idee dat het heel trendgevoelig is. Nee. Het is natuurlijk ook een vak waar je jaren over doet totdat je zelf eigen maakt. Ja, het is niet iets wat je even als trend of hype even gaat doen. Weet je wel? Het is wel iets waar je in moet investeren qua tijd en ambitie. En ik probeer al een tijdje om een soort signature uitstraling te creëren. Gewoon, weet je wel? Dat als je iets ziet van mij, dat je ook weet dat het van mij is, of als je mijn arsenaal aan spullen wat ik tot nu toe gemaakt heb op mijn rij zet, dat je wel ziet dat van mij is. Heb je een soort van website, Facebookpagina waar we al die artikelen kunnen zien? Ja, shop? Ik heb een website die momenteel wat verouderd is, maar daar ga ik aan werken om dat wat up-to-date te krijgen. Ja. Maar Instagram is heel, dat werkt heel goed. Ja, Instagram en Facebook, ja. Dat is by Boas, gewoon by Boas. Leather usables is de volle term. Okay. Maar als je hashtag by Boas op zijn Engels, dan een Boas met een Z. Komt het ook wel voor dat iemand een ontwerp heeft die je dan afslaat? Waarvan je zegt, ja. Ja, dat, ja?
Ja, nou, ik durf dat nu wat beter gewoon nee zeggen, omdat ik dingen wil. Kijk, ik ben ook, dat klinkt een beetje arrogant, maar ik probeer wel een merk op te bouwen. En mijn naam staat erop, mijn kop staat erop. Ja. Dus sommige dingen maak ik gewoon niet. Ja, zoals? Wat zou je bijvoorbeeld niet maken? Nou, ik ben wel eens gevraagd voor een etui voor al mijn make-up kwastjes. En dat moest dan in rood of roze of iets. En dat, ja, dan zeg ik, ja, sorry. En dan kan ik wel naar een ander verwijzen. Dat, ja. Weet je wel, dat is gewoon hoe niet... Hoe communiceer je? Wat zeg je dan? Zou je komen aan mij en zeg ik wil een paarse handpasje? Ja, nou, en bij deze vrouw, heb ik gewoon, die kende ik via, heb ik gewoon gezegd, nee. Ja. Sorry, dat ga ik niet doen. Ja. Nee, ik heb geen zin aan. Maar ik heb hier ook van die grote wallets, weet je, die portemonnees, ja. die gemaakt. En er was hier een dame, die vond hem eigenlijk heel mooi, maar die vroeg of ik er nog een oogje in... Er hangt zo'n lanyard, zo'n koord aan. Ja. Of ik er nog een oogje in kon slaan, zodat ze hem als handtasje kon... Klein hand. Ja. Nee, dat doe je niet. Nee, dat is wat niet. Was haar reactie? Ja, ze moesten wel om lachen, maar ze begrijpen het dan wel? Ja, natuurlijk. Ja, ze begrepen het zeker wel, ja, maar ze vroeg het wel. En ik. Nee, dat doe ik dan niet. Daar is het niet voor gemaakt. Ik probeer ook, weet je wel, zo'n signature lijn op te bouwen natuurlijk. Ja. Weet je wel. Dus ik wil dat ook gewoon een beetje bewaken. Wat me nou in één keer zo in me opkomt, is. We hebben hier in de omgeving bij de Ooipol, daar hebben we ook van die mooie dieren. Hè? De os. Bisonbar. Even bij die bisons. Kan je daar iets mee? Of werk je ook eens met lokaal leer, zeg maar? Dus leer nee, wat, nee. Nee. Is dat niet nee, ja, zo nee. Voor het idee? Nijmegen. Ja, nou, het zou tof zijn, maar ik heb geen idee waar ik dan terecht zou moeten. Ik ken geen Nijmeegse leerlawyer of... tenminste, als hij er is, mag hij zich melden. Dat zou ik wel tof vinden. Ja. En met een bison kan je ook leer van looien. Ik krijg heel mooi dik leer. Buffel leer wordt ook veel gedaan. Op een gegeven moment komt er een einde aan een van die bisons, toch, lijkt me. Ik bedoel, en dat moet door iemand dan weer opgeruimd worden. Dus er zal vast iemand zijn die misschien ja. Zit te kijken die jou een stukje bison leert. Ja, ik weet dat veel van het leer wat ik gebruik komt uit Italië. Ja. Omdat daar Italië, maar ook Marokko en Portugal, daar wordt veel plantaardig gelooid nog. Ik hoop dat wij een aantal adresjes in Nederland, maar ik heb local, het zou tof zijn als ik... Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik dat vandaan zou moeten halen. Het zou wel vet zijn, ja. Hey, bij deze zijn we ook aan het eind gekomen van je kapsel. Mm-hmm. Ik pak even de spiegel erbij, de achterkant laten zien. Ja, cool. Ja, het was al goed, hè? Ja, dus ik heb ook eigenlijk een beetje opgeschoond. Dus je ziet vooral de fading weer erin. Ja, en gezet. Cool. Niet heel extreem kort. Nou, de baard die heb ik aangepast aan de lijn aan de zijkant. Dus wel ja. Wat strakker. Ja, de snor wat ingekort. Ja, verder niet heel veel. Je hebt er wat grijs bij gedaan, zie ik. Nee, ik heb juist die grijze stukjes eruit proberen te knippen. Maar dat is niet gelukt dus. Mag er nog wat in? Ja. Ja? Iets van pomade? Ja, je weet wat ik leuk vind, toch? Volgens mij de old school yes. Dapper Dan. Dapper Dan, man. Ja. Dat is een fijn spul, hè? Ja, tof. Ook weer niet te strak, maar gewoon een beetje dat nonchalant hebben. Niet slickback. Nee. Maar even eerlijk, wanneer komt mijn mapje af? Heb je een bepaald deadline voor jezelf of wil je daarop terugkomen? Ja, nou, jouw mapje is zo goed als af, maar er moet alleen een ingenieus sluitsysteem opkomen, ja. Wat ik nog niet van overtuigd ben. Dus okay. Dat, je bent er wel mee bezig. Absoluut, absoluut. Je weet toch dat die er ligt. G. Ja, ik weet het. Dan weet je het beste. Hey, bedankt voor het gesprek. Ik vond het leuk. Ja, bedankt. Vond je het ook leuk? Ja, zeker wel. Toch maar terug naar achter. Ja, zo. Goed. Even je nekkaartjes nog. Nooit van die fantasie gehad wat je met mensenhuid kan doen? Nee, echt. Nee. Nee, dat is wel zo.